De nachtmerrie van Imtech duurt maar voort. Aandeelhouders van Imtech bloeden al geruime tijd door de fraude die er bij de onderneming geconstateerd is in onder andere Polen en Duitsland. Dit heeft in 2013 tot een verlies geleid van 700 miljoen euro. Imtech zit in de problemen, al geruime tijd. Op een moment heeft de onderneming een schuld van 1,3 miljard. Dit is niet houdbaar gezien de onderliggende winstgevendheid van de onderneming. Ik denk dat Imtech circa 700 miljoen schulden moet gaan afbouwen om weer een gezonde onderneming te zijn met een gezond toekomstperspectief. Hoe kan Imtech deze 700 miljoen verzamelen? Want ze hebben gewoon nieuw geld nodig. Ten eerste heeft de onderneming aangegeven de ICT-divisie te willen verkopen. Dit zou een bedrag kunnen opleveren van rond de 300 miljoen volgens verschillende analisten. Dit betekent daarnaast dat er nog een gat is van 400 miljoen euro wat opgevuld moet worden voor midden 2015. Nu heeft de onderneming denk ik twee mogelijkheden. Dat is ten eerste het uitgeven van nieuwe aandelen, wat een grove verwatering zou betekenen voor bestaande aandeelhouders. Want er komen dan een enorme grote bak aandelen bij, omdat de huidige koers van 72 cent, zullen veel banken zeggen, er moet een hele grote korting op deze aandelen komen voordat wij deze willen onderschrijven. Ik sluit niet uit dat je dan moet denken aan 60, 70, 80% korting op de huidige aandelenkoers. Het tweede wat een optie zou zijn, is dat de enorme hoge schulden die er nu zijn, dat die misschien worden omgezet in aandelen. Dit betekent dat zittende aandeelhouders een enorme grote klap te verwerken krijgen, omdat ze verwaterd worden door een zogenaamde debt for equity swap. Hoe je het ook wendt of keert, ik denk dat aandeelhouders Imtech op dit moment een heel slecht vooruitzicht hebben en dat je zeer goed moet afvragen als je onderdeel wil uitmaken van een onderneming die in een hele moeilijke fase probeert een gedeelte van zijn bedrijf te verkopen en daarnaast nog een gat van circa 400 miljoen heeft wat opgevuld moet gaan worden in de komende maanden. Wilt u profiteren van een mogelijke waardedaling van de aandelen Imtech, dan kunt u hier bijvoorbeeld op inspelen door putopties te kopen op aandelen Imtech. Maar er bestaan ook mogelijkheden om bijvoorbeeld met sprinters nog een koersdaling van Imtech om daar geld aan te gaan verdienen.